In de Haarlemmermeerstraat daarentegen wel. Op maar liefst 3 verschillende plekken zorgen losliggende dakpannen voor gevaarlijke situaties. De straat wordt afgezet door de brandweerlieden van de autospuit. De autoladder wordt direct opgeroepen. Ja, die ladder komt er nog aan, hè? Hij moet hier maar beginnen. Pak hem eerst maar op de hoek hier al even. Ja. Kijken of het wat er nog los ligt eventueel, precies in die draaiing. Ja. Dan hebben we er daar een, er daarnaast een. Maar begin maar hier al. Het verkeer wordt omgeleid en Frits maakt zich klaar om naar boven te gaan. Nou, dit is vervelend, als er eenmaal 1 of 2 pannen weg zijn, slaat die wind eronder, dus dan kan je hele ritsen eraf. Door. Terwijl Frits de storm trotseert, nemen buurtkinderen een kijkje in de brandweerwagen. Op de ladder gaat het er heftig aan toe. Heerlijk, hè? Beetje wind. Is er iets van angst dan? Nee, gewoon goed oppassen. We zijn ook een beetje wind gewend in Nederland. Maar je bent nog niet klaar voor vandaag? Ik denk het niet. Een buurtbewoner maakt van de gelegenheid gebruik om te melden dat er bij hem ook een paar dakpannen los liggen. John kan daar weinig mee. In de Theofiel de Bokstraat liggen er ook een heleboel van de dak af. Ja. Ik dacht als ik toch in de buurt ben. Ja, nou gaan we even kijken. Wij worden gestuurd. Ja, oké. Wij coördineren dat niet. Oké, neem het mee. Alles wat via de alarmcentrale, die stuurt ons uit. En wij doen niks buiten de alarmcentrale om. Die weet dus ook precies wat we aan het doen zijn. Ja. En als het erg wordt, wie moet je dan bellen? Dan brandweer, hè? Als ook de laatste dakpannen geen gevaar meer vormen, kan Frits naar beneden komen en meteen doorgaan naar de volgende melding. Een afvoerpijp van een Chinees restaurant is door de stormwind losgewaaid. En weer moet de autoladder worden ingezet om een gevaarlijke situatie in een woonwijk te voorkomen. Als je er gewoon een touw, als hij zelf een touw op en je gooit er omheen aan de balustrade, kan het geen kant op. Dan gebruiken we die. Het is winnaar. Tuin, dit is zo dik. Is dat goed? Goed? Ja. Ja, zeker een drukke dag. Nou, is dat goed zo, toch? Dan kan hij net niet, kan hij wel iets bewegen, maar dan kan hij niet door. Ja, hij kan niet doorknakken, dus blijf wel staan, het is maandag. De autospuit van kazerne Pieter heeft assistentie nodig in de Vlimmerenstraat.
Ex-GTST-ster Jimmy Geduld heeft de brandweer gebeld omdat het dak van zijn huis losgewaaid is. De politie moet een iets te nieuwsgierige buurman bij het dak weghouden. Ja, dit is mijn woning. En nou, aan de buitenkant gaan ze met tengeltjes gaan ze het vastmaken. En zeg maar door de sponning heen gaan ze dan proberen te verankeren. Dat het dermate vast ligt dat het sowieso niet meer eraf kan waaien met deze storm. Zelfde gaan spelen die kinderen, valt het dak naar beneden en gaan de doden vallen. Dat is het leuke, dit zijn hele nieuwsgierige buren. Dat is echt een giller. Want die lopen me ook te bellen, waar is Jimmy? En het dak waait eraf. Maar goed, kijk, ik bedoel, je moet het werk gewoon overlaten aan de mensen die erover gaan en die het kunnen oplossen. Dan moet je gewoon lekker veilig in je huisje blijven. Dus nee, wat ze nu gaan doen is de boel verankeren dat het in ieder geval niet eraf waait. Frits zet het dak vast. En dat is niet eenvoudig als de wind zo hard over Amsterdam raast. Het is dan ook al donker als Frits uiteindelijk weer naar beneden komt. Zit het een beetje goed? Nou, hij zit nu redelijk. Ja. Je weet nooit natuurlijk met windvlagen eronder. Moet gewoon even, moet naar gemaakt worden. Ja. Maar hoe diep ongeveer met die bouwdeur heb je erin? Nou, zoiets, hè? Dat heb je gegeven. 70. 200. 70, dus ja. Slaap je er vak onder? Ik zit vlak onder het dak, ja. Ja, nou, kan je niet meer slapen. Oké. Je hoort van je punten. Dus vanavond bij jou. Ja, zit gewoon vast. We hadden hem vast kunnen zetten, maar je weet het nooit zo. En ook na deze melding kan de B-ploeg van kazerne Dirk meteen door naar de volgende. Door de storm is weer een aantal bomen omgewaaid. De bomen versperren de weg en moeten opgeruimd worden. Na een dag hard werken hebben de brandweerlieden er nog steeds zin in. Kom op, trekken het ding. Door duwen. Douwe! En nou die kant op. Ja, kom niet erbij, op. Ja, kom op. 1, 2. Ja, zakken. Zakken. Oh, lekker. Opvang me daar, hoor. Ja, laat me gaan, joh. Ja. Laat me los. Ja. Goed gewerkt. Volgende. Arr! Ja, ik denk dat ze een takkie, maar dat verkaak je eigenlijk nog op, hoor. Zullen we even filmen? Laten we die jongens van de filmploegen doen. Als de bomen netjes in de berm liggen, zit één van de drukste dagen van het jaar erop voor de B-ploeg. De wind is gelukkig wat gaan liggen. De brandweerlieden kunnen terug naar hun kazerne, waar ze eindelijk aan het avondeten kunnen beginnen. Volgende week in Brandweer Amsterdam, een grote uitslaande brand.